Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs. Ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier bij mij Patrick en Anne, alle twee leden van het comité en de organisator natuurlijk. Wat vond je al van deze avond? Ik vond het een hele leuke avond. Ik denk dat we 18 mooie dames hebben gezien die we geselecteerd hebben uit 81 inschrijvingen. Ja, het is afwachten wat het dit gaat geven. Het is een verhaal van 6 maanden, een mooi traject dat we gaan afleggen. En zo gaan we de dames uiteraard beter leren kennen. Maar ik denk dat dit een leuk startschot was, dat er heel veel dames zenuwachtig waren. Maar ik heb net gehoord van hen dat ze het ook wel een hele fijne en nieuwe ervaring vonden. Ja, dat klopt. Anne, wat denk jij, naar waar kijk jij het meeste uit? Goh, waar kijk ik naar het meeste uit? Uiteindelijk gewoon om de kandidaten veel beter te leren kennen. En ik kan ook niet wachten naar hun ervaringen binnen de sector. Op de reis leer je de meeste kandidaten eigenlijk het beste kennen, een hele week. Dat zijn hele leuke momenten, ik heb het zelf meegemaakt. Spannend, je gaat veel bijleren. Wat ga jij hun leren? Goh, ik denk dat het vooral belangrijk is om voor elkaar open te staan. Dus ik weet zeker dat zij ook van mij zullen leren, maar ik ben er ook van overtuigd dat ik ook van hen zal leren. Dus het is een beetje een communicatie langs twee kanten. Dus we staan langs beide kanten daarvoor open. Oké. En heb jij nog altijd stress voor een finale show te organiseren? Want dat is een hele klus, neem ik aan. Dat is een hele klus. Er wordt je moet met heel wat dingen rekening gaan houden natuurlijk. Het is niet enkel die show, maar alles wat erbij komt kijken. Mensen zien dat jammer genoeg niet in de zaal, want die denken, oh, een leuke show. Maar al wat er aan vooraf gaat, zeker de laatste 3 weken, is ontzettend stressvol. Nu, de dag zelf heb ik wel heel veel stress, dat geef ik toe. Maar de weken of dagen ervoor minder, omdat we nu toch al 10 jaar bezig zijn. Maar de dag zelf ben ik ontzettend gestrest uiteraard, want je wil dat dit vlekkeloos uiteraard verloopt. Dus... En gaat er een extra verrassing komen omdat het de 10-jarige editie is? We gaan, ik denk in de zomer, juli, augustus, gaan we een grote party organiseren voor 10-jarig bestaan met heel wat Tomorrowland DJ's. Daar gaan we ook tegelijkertijd een reunie aan koppelen voor de afgelopen 10 jaar. Dus ik denk dat dat wel een heel groot feest gaat worden, maar meer daarover gaan we binnen enkele weken communiceren. Maar ik wil nog even iets zeggen, Lisa, voordat je af zal ronden. Ik wil alle dames die een titel gewonnen hebben afgelopen jaar enorm bedanken. Want ze hebben allemaal echt hun best gedaan. Ik wil u ook bedanken voor de interviews die je gedaan hebt met de finalisten. Je doet dat goed als Miss Wellness Media, dus een dikke pluim. Dank u wel.